Het kleuren- of Pagwa-feest moest vandaag na de grote uitbundigheid van het vorig jaar in gezinsverband worden gevierd. Het was voor onze nieuwsdienst dan ook even zoeken naar een familie. Aan de Kwataweg kwamen wij terecht bij Amrees Store, waar wij in gesprek gingen met eigenaar Krisram Kilawen. Hij vertelt wat Pagwa voor hem betekent. Het betekent vorming voor mij. Het betekent leren, respect naar elkaar. Het betekent ook ontdekken naar jezelf. Het betekent dat je met je familie heel veel kan beleven, samenkomen en delen van de kleuren, een beetje lekker hapjes. Maar meer dat we bezinnen en beseffen elke dag dat we ouder worden en dat de tijd niet stilstaat. En dan leer je van, oh, toen hadden we dit gedaan. En als mens zeg ik, het is mijn religie, het is, de mensheid is mijn religie, de kleuren gegeven door God. Het zijn maar 7 kleuren of 10 kleuren of hoeveel kleuren. Ja, maar we praten die honderden kleuren van Pagwa, maar wat zijn die honderden kleuren? Die honderden kleuren is de bedoeling dat de ontelbare liefde die wij koesteren naar elkaar doen. Elke dag gaat een cel dood, wordt 2 aangewakkerd. Elke dag verkennen we liefde, haat, jaloezie, agressie, afgunst, greed, ja, hibi, takrumofo. Maar dit zijn, Pagwa is dan, smelt alles weg, giet het in een mooie kleur van liefde, respect, harmonie en kom bij elkaar. Dat is Pagwa in Alba. Ram Kilawen zegt verder dat dit kleurrijk feest al 5000 jaar bestaat en door de voorouders van de Hindustanen is meegenomen naar Suriname. Sinds de komst van 1873, sinds de komst van Baba Mai, hebben ze Pagwa meegenomen. En Pagwa bestaat 5000 jaar. Zo lang? Ja, het is de tijd van Lord Krishna. Oké, maar ik denk dat het is elke keer toch wel leuk om precies te weten, maar wat symboliseren de kleuren allemaal? De verschillende mooie, felle kleuren. De kleuren, uiterlijk, is net als je gewoon boven zie je gaan, je ziet te verschijnen en in een mum van seconde is het weg. Zo zijn de kleuren ook, zo heb je het afgewassen. Maar de kleuren symboliseren hoe de mind gekleurd moet worden met liefde en al die dingen. Dus dat is, daarom zie je geen zwart nog. Klopt. Het zijn vrolijke kleuren. Dus het is de kleuren symboliseren natuur, de kleuren symboliseren eenheid, harmonie en zeker wederzijds respect. Want dat is wat we allemaal. Artiest Krisram Kilawen en eigenaar van Amrees Store. Pagwa is dit jaar voornamelijk in familieverband herdacht.